Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag met jullie een paar boeken doornemen die ik heb gelezen en waarvan ik denk, oh, dat zou zo'n ontzettend toffe film of serie zijn. Dus ik ga ze gewoon even heel kort bespreken en mocht je dit nou een leuke video vinden, ik heb een nog veel langer lijstje, dus ik kan ook nog wel eventueel een deel 2 maken. Maar laten we gewoon snel gaan beginnen in de eerste categorie. Kinderboeken. Ik heb niet zo heel veel jeugdboeken in huis en heel veel jeugdboeken die ik al in huis heb, die zijn al verfilmd. Maar toen ik dacht aan de categorie jeugdboeken die, waarvan ik wil dat ze verfilmd gaan worden, kwam er eentje echt meteen in mij op. Mot en de Metaalvissers. Ik denk dat dit zo'n ontzettend leuke kinderfilm zou gaan zijn. Het is een boek van Nederlandse bodem, dus het zou dan ook een Nederlands geproduceerde film zijn. Ik denk dat een film prima is. Dit hoeft geen hele serie te worden of wat dan ook. Gewoon een film is prima. En ja, ik denk dat dit gewoon heel erg mooi zou gaan worden. Gaat over Mot. En Mot is een, hoe oud is ze? 11-jarig meisje. Ze heet eigenlijk Vlinder, maar ze vindt zichzelf meer een mot. En ze heeft niet zo'n hele goede band met haar moeder, want haar moeder die is heel erg netjes en heel erg punctueel en precies. En alles moet helemaal goed gaan en ze moet jurkjes dragen en roze en tierenlantijntjes. En Mot is daar niet zo van. Dus Mot die brengt liever haar dagen buitenshuis door. Daar ontmoet ze uiteindelijk een paar metaalvissers en Mot besluit dat zij zelf ook metaalvisser wil gaan worden. Dus zij koopt zo'n magneet en dan gaat ze metaalvissen en dan vindt zij een duikboot. En daar zit een heel verhaal achter en dan beleeft ze daar wat avonturen mee. Echt, toen ik dit boek las, er zitten ook plaatjes in, dat maakt het misschien wel ietsjes visueler. Maar ik zag dit boek zo erg als een film voor me, dat ik echt denk, dit zou echt, ik zou hiervoor naar de bioscoop gaan. Tussen alle kinderen zou ik gaan zitten, als ze hier een film van zouden maken. Want ik wil echt deze personages wel tot leven zien komen. Dus dit is de eerste waarvan ik denk, daar wil ik wel een film of serie van zien. Ik ga trouwens niet zeggen wie ik als acteurs of actrices erin wil zien. Want ik ben slecht in namen. Ik heb geen idee wie of wat of waar. Dus mij maakt het allemaal niet zo heel erg veel uit. Goed, de tweede categorie is fantasy. En de eerste die ik op mijn lijstje heb gezet is er eentje die op het moment ook al als serie wordt gemaakt. Wanneer die ooit uit zou komen, geen idee. Ik hoop snel. Ik ben ook heel erg benieuwd naar, maar dat is Avatar, het Hof van Doorns en Roses, oftewel A Court of Thorns and Roses. Serie over Feyre. En ja, ik kan er eigenlijk niet al te veel over vertellen, omdat deel 1 eigenlijk heel anders is dan deel 2 en deel 3 en alle volgende delen. Maar het is al bevestigd door Sarah J. Maas, dit wordt een serie. En heel veel mensen zien er tegenop. Ik kijk er juist onwijs naar uit. Ik heb zoiets van, kijk, tuurlijk, boeken en series, dat kan uiteindelijk helemaal anders zijn. Maar ik blijf altijd wel mijn favoriet daarin houden. En soms vind ik de serie beter, soms vind ik de film beter. Als ik het boek al heb gelezen, dan kan ik de personages alsnog wel een beetje in mijn hoofd houden zoals ik ze in mijn hoofd had. In plaats van hoe ze in de serie zijn. Dus ja, ik kijk er echt heel erg naar uit. Ik ben echt heel benieuwd naar wat er van gaat worden, wie de cast gaat zijn. Dat is volgens mij allemaal nog niet bekend. Het is echt nog in de beginfase. Al zit het volgens mij al een jaar in de beginfase. Dus ik mag hopen dat er binnenkort wat meer nieuws over komt. En dat ze dit ook wel echt gaan doorzetten. Want love it. Hoe ga ik heel kort uitleggen waar Avatar over gaat? Het gaat dus over Feyre. En Feyre die woont met haar twee zussen, Nesta en Elaine, en haar vader. Woont ze in een heel klein, armoedig hutje. Ze hebben heel weinig geld, zijn best wel arm. En Feyre die gaat jagen om rond te komen. Dan schiet zij een hele grote wolf dood. En dat bleek uiteindelijk niet echt een wolf te zijn, maar iets uit het veerrijk, uit een andere wereld. Want je hebt daar een muur en die was daar doorheen gekomen, dus dat. En op een dag komt er een beetje een boos wezen, komt haar ophalen om ja, dat als rekening te vereffen van hey, jij hebt eentje van ons gedood, dus jij moet mij mee naar Prithian, naar dat magische land. Nou,
Fairy moet dan mee naar dat magische land. Dan krijg je een kind of Beauty and the Beast hertelling. En uiteindelijk wordt het allemaal spannend. Er gaat heel erg veel gebeuren. En vanaf boek 2 is het echt heel anders. Maar beter anders. Ik vind boek 2 en boek 3 veel beter. Maar ja, dit lijkt me gewoon echt ontzettend tof. En dan zou ik zeggen een seizoen per boek. Dus een seizoen van boek 1, een seizoen van boek 2, een seizoen van boek 3. Boek 4 is ondertussen ook al. Dus dat zou ik heel erg graag willen zien. Lijkt me echt heel erg tof. Dus die. Dan, ja, dit zal vast geen verrassing zijn. Maar welk boek, welk fantasyboek zou ik nou heel erg graag als serie willen zien? De Glazen Troon. En dan kan je misschien denken, ja, maar waarom? Het is je favoriete boek aller tijden. Wil je dit echt wel verfilmd gaan zien? Ja, ik wil dit echt heel erg graag verfilmd gaan zien. Ik denk oprecht dat als een hele goede filmproducent dit gaat doen, dat deze serie echt net zo'n hype kan gaan zijn als Game of Thrones. Het is zo goed. Het zit zo ontzettend goed in elkaar. Het is iets makkelijker te begrijpen dan Game of Thrones. Dat helpt misschien ook wel. Maar het is echt heel goed. En dan zou ik misschien zeggen, de eerste twee boeken, die zou je op zich nog wel samen in één seizoen kunnen doen. En dan Het Mes van de Sluipmoordenaar zou je dan bijvoorbeeld tussendoor wat flashbacks kunnen doen wanneer dat nodig is. En dan zou ik denk ik vanaf boek 3 wel een seizoen per boek doen. Of eventueel nog een beetje samenvoegen. Maar een voorwaarde is wel, als ze dit gaan verfilmen, laat alles erin en verander niks. Als er dingen uitgehaald worden, als er personages uitgeschreven worden, als er heel veel dingen gaan veranderen, dan ben ik boos en dan wil ik niet meer kijken. Dus deze ligt wel een klein beetje gevoelig voor mij. Bij anderen kan ik me er op zich nog best wel snel overheen zetten. Maar als ze hier, als ze iets aan mijn baby gaan doen, dan word ik echt kwaad. Ja, dan ga ik echt huilen. Maar toch zou ik dit heel erg graag als serie willen zien. Lijkt me echt fantastisch om gewoon mijn favoriete personages ever tot leven te zien komen. Dus ja, ik ga niet nog een keer vertellen waar de Glazen Troon over gaat, want ik heb het al 100.000 miljoen keer verteld. Beste serie ooit. Dan hebben we volgende genre heb ik nu even young adult genoemd. Dat ik dacht, ja, waar moet ik alles onder scharen? Dus dan maar even young adult. En een boek wat ik heel erg graag verfilmd zou zien. Dit is echt zo'n Netflix serie zou dit worden. Zo'n Netflix original, denk ik. Moordgids voor lieve meisjes. Ook wel een Good Girl's Guide to Murder. Ik heb geen idee of hier al iets van in de maak is. Of daar al plannen over zijn. Maar ik denk dat dit wel heel erg goed ontvangen gaat worden. En dan zou ik ook gewoon zeggen, een seizoen per boek. Ik denk dat dat wel een goede is. Dit gaat over Pip. En Pip die zit in het eindexamenjaar van de middelbare school. En van high school dan in Amerika. En zij moet een profielwerkstuk maken. En zij besluit om dat profielwerkstuk te maken over een meisje van haar school die een aantal jaren geleden vermoord is door haar vriend. Maar Pip heeft zoiets van, ik geloof dit niet helemaal. Ik ga op onderzoek uit hoe dat uiteindelijk nou allemaal precies zit. Dus wat je volgt is het, ja, eigenlijk een tienermeisje die gaat proberen een moordzaak semi op te lossen. Het is geen thriller. Hij zegt absoluut niet eng. Dit is gewoon echt een heerlijke YA. En ik denk echt wel dat dit als, ja, Netflix original zou het echt perfect voor zijn. Dus die zou ik heel erg graag willen zien. En eentje die ik heel graag wil zien, en daar is jaren, echt jaren geleden al van gezegd dat het een serie zou gaan worden. En het is er niet. De Selectie. Maak hier een serie van, alsjeblieft. En dan denk ik dat het misschien wel zo'n één seizoen serie kan zijn voor de eerste
drie boeken. Want de eerste drie boeken gaan over Amerika. Hoofdpersonage. En ja, ik denk niet dat dat een seizoen per boek hoeft te zijn. Maar ik denk wel dat dit wel heel erg goed ontvangen gaat worden. Want dit is eigenlijk gewoon The Bachelor. Maar dan koninklijk. Dus met mooie jurken en ja, in een wereld ook wel wat politieke dingen spelen. Dus het is niet alleen maar glamour. Het hoofdpersonage is heerlijk sassy. Het is echt een fantastisch hoofdpersonage. Je volgt dus één prins. En die prins die wordt een soort van semi-uitgehuwelijkt. Er zijn 35 kandidaten, 35 meisjes uit de hele wereld. En die worden uitgekozen en die doen dan gewoon mee aan een soort van bachelor, de bachelorette, ding. Elke keer dan vallen er weer een paar meiden af, totdat er uiteindelijk eentje overblijft. En dat wordt dus de nieuwe koningin uiteindelijk van het land, samen met de prins die dan koning wordt. Ik wil dit zo graag tot leven zien komen. Al die jurken die hierin beschreven worden, gewoon ook de personages, hoe de personages met elkaar omgaan. Ik denk echt dat dit een hele goede serie zou zijn. En ik snap niet waarom er toen al is gezegd dat het een serie zou worden, maar dat dit uiteindelijk geen serie is geworden. Waar blijft dit? Ik wil dit. Ik wil dit echt heel graag. Ja, nou goed. En dan heb ik nog een laatste categorie. Nee, wacht, ik leg dit weg, anders kan je al spieken wat het is. De laatste categorie heb ik thrillers. Daar heb ik ook voor nu even twee van uitgezocht. Waarvan de tweede voor jullie echt een verrassing gaat zijn. Dat jullie echt denken, oké, dat had ik niet bij jou verwacht. Maar laten we eerst even beginnen met de eerste. De Hulp. Volgens mij heet die in het Engels de Maiden. De Housemaid. Ik weet het niet meer precies. Maar goed. Dit is gewoon echt een boek dat onder je huid gaat zitten, wat niet per se eng is, maar wat gewoon lekker spannend is. Dit zou ook denk ik wel een goede Netflix film zijn. Dit is echt zo'n film waarvoor ik naar de bioscoop zou gaan om te kijken. Dit gaat over, oh, hoe heet ze ook alweer? Er staat ik, dus ik weet even niet meer hoe ze heet. Nou, de hoofdpersonage in ieder geval. Je weet dat ze uit de gevangenis komt, maar je weet niet wat ze heeft gedaan. En zij is op zoek naar werk, maar ze kan eigenlijk nergens werk vinden, omdat ze dus een strafblad heeft en dat is allemaal moeilijk. En dan ziet ze een advertentie van een gezin, die zoekt eigenlijk een hulp. En dat is zowel een hulp in het huishouden, als een beetje eten koken, als af en toe voor het kind zorgen. Van alles en nog wat. Een heel groot huis en zij gaat daarheen. En ze heeft zoiets van, ja weet je, ik zal toch wel niet aangenomen worden. Maar goed, ik heb een baan nodig, ik slaap in mijn auto, ik moet toch iets. En uiteindelijk wordt zij aangenomen. En daar is ze natuurlijk hartstikke blij mee. Maar er zijn een paar vreemde dingen in het huis. En de vrouw des huizes is zachts gezegd een bijzondere vrouw. Laten we het daarop houden. En verder zeg ik helemaal niks hierover. Dit zou echt een heerlijke film zijn. Ik denk, heerlijk. Misschien niet helemaal, want het is een thriller. Maar het zou een goede film zijn, denk ik. Lijkt mij heel tof om dit boek verfilmd te zien. En daarvoor zou ik sowieso naar de bioscoop gaan om die te gaan kijken. En dan de laatste. Een boek wat jullie niet zouden denken dat ik nou aan zou raden. Wat ik verfilmd zou zien. Verity van Colleen Hoover. Jullie kennen mijn ik heb niet een haat naar Colleen Hoover. Colleen en ik zijn niet echt vrienden, laat ik het zo zeggen. En dat ligt niet per se aan haar, maar dat ligt aan... Nee, het ligt ook niet zozeer aan de boeken die ze schrijft, want op zich kan ik daar ook niet heel veel over zeggen, maar wel aan de doelgroep die de boeken leest. De TikTok-doelgroep, mijn leerlingen van 12, lezen boeken over dingen waarvan ik denk, dit is niet voor jou bedoeld. Hiervoor moet je een paar jaar ouder zijn. En door die hele TikTok-hypes word ik daar gewoon een beetje chagrijnig over. Dus en daarnaast zijn het niet helemaal mijn soort boeken. Maar Verity is een beetje een ander soort boek. Dit is geen feel-good of roman of waar wil je die boeken van haar onderscheiden. Maar dit is een thriller. En ik vond het, op het extra hoofdstuk na, want dat was echt verschrikkelijk.
Dat extra hoofdstuk moet je niet lezen. Dat mag ook absoluut niet in de film. Absoluut niet, want dan word ik boos. Maar dit gaat over Loewen. En Loewen is een auteur, maar verdient niet superveel geld. Is niet mega bekend. Populariteit is een beetje minder. En dan krijgt zij de vraag van Jeremy. Want Jeremy is de man van Verity. Snap je hem nog? En Verity is een wereldberoemde auteur. Maar Verity heeft een ongeluk gehad. En die is een soort van verlamd. Die ligt in bed en kan eigenlijk verder helemaal niks. En dan is de vraag aan Loewen, wil jij het boek afmaken waar Verity in is begonnen? En dan heeft Loewen zoiets van, wil ik dit nou wel doen? Maar ja, ze kan er heel erg veel geld voor krijgen. Dus ze heeft zoiets van, ik ga het toch wel, pak het toch wel aan. Dan gaat zij naar het huis van Jeremy en Verity. En ze hebben ook nog kinderen of een kind. Ik weet niet meer hoeveel er waren. Maar in ieder geval, dan mag zij daar dan een paar dagen in huis zijn. En dan mag ze in de schrijfkamer van Verity, mag ze daar gaan zitten om gewoon alle aantekeningen door te lezen. En weet ik veel wat allemaal. En dan komt zij wel achter een paar bijzondere dingen. En meer ga ik er ook niet over zeggen. Het is een thriller. Geen hele bloederige thriller of zo, maar wel een psychologische thriller wat echt heel erg onder je huid gaat zitten. En ik denk wel dat dit een hele goede film zou gaan worden. Ik zou hem in ieder geval sowieso gaan kijken. Dus, deze ook. Nou, daar ben ik op zich nog best wel snel doorheen gegaan. Want ja, ik ga nu een keertje niet over boeken hebben wat ik er allemaal van vind. Maar gewoon over welk boek lijkt mij leuk om als verfilming te zien. En dat zijn in totaal dus deze. Mot en de Metaalvissers als film. Hof van Doorn en Rozen als serie, al is die al in de maak. Glazen Troon als serie, maar alleen als ze hem echt goed maken. Moordgids voor Lieve Meisjes als serie. De Selectie als serie. De Hulp als film. En Verity als film. Dus, duimen we even mee dat dit ooit gaat gebeuren. Ik heb er heel veel zin in. Mocht het nou zo zijn dat jij toevallig al weet dat een van deze boeken wel verfilmd gaat worden al, laat het me even weten, want ik heb niet heel erg goed mijn research gedaan. Nee, maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ben jij het eens met mijn stapel? Zou jij deze boeken ook verfilmd willen zien? Of zeg je nou nee, alsjeblieft niet? Of heb je nog andere boeken waarvan je denkt, dat lijkt me zo tof om daar een serie of een film van te zien? Laat het hieronder eventjes weten. Vond je het een leuke video? Doe eventjes je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!